kon je hem spreken? Of had hij gisteren nou een vergadering gehad? Ja, hij had het. Ik vanmorgen in de kranten. Ach, ja? Ja, ja, nou. Dat giet heel snel, dat giet heel snel. Giet heel snel, maar ja. Ik ben toch eens zo benieuwd wat nu gaat doen, hè? Ja, oma. Dat is eigenlijk, ik loop hier een beetje te pieken zo. Het is heel, heel, heel lastig. Ja. Want we zitten er zelf ook een beetje mee. Ik begreep natuurlijk, dat leeft enorm onder de mensen. Ja, ja, god, wat is om zonder opdracht, man. Maar elke dag telefoontjes, mailtjes en het giet maar deur. Ja, de krant die wil het graag natuurlijk ook allemaal weten. Ja, natuurlijk. Maar ja, gisteren waren we bij elkaar zitten en het was wel een, wel een hectische vergadering. Och. Maar gelukkig wel in een hele goede sfeer, daar ben ik dan altijd wel blij mee. Hij wel eens slapen vanavond? Ja, ja, ik ben nog een paar keer wakker geweest nog wel. Ja, maar uiteindelijk, daarom loop ik hier ook even rond, van straks een visje halen en zo. Dan oh ja, dat is heel mooi. Komt u weer bovenop. Ja. Maar goed, dan hebben we ons standpunt uiterlijk. En dan denk ik, ja, een optocht met Koninginnedag. Bijmerk, iedereen wil naar die televisie kijken. Ze wil dat meemaken wat er allemaal gebeurt in Amsterdam. Hè. Dat is ook niet niks. Ja. Nee, het is natuurlijk. Ja, soms maak je het één keer in leven mee, soms helemaal niet. Yes. Dus ja, dan zeggen wij uiteindelijk, dan moet die mens ook de kans geven om dat te volgen. Ja, natuurlijk. Nou, en als je dat dan doet, dan heeft dat consequenties. Ja. Kun je geen opdracht houden, vinden wij. En zeg, het is ook een stukje de respect natuurlijk voor het koninklijk huis. Dat we zeggen, nou, we moeten mensen de gelegenheid geven om door naar te kijken. Ja, ja. Natuurlijk. En dan moet je geen opdracht doen. Dus, och, punt 1 is, de boel dan wil u te komen eigenlijk dat de opdracht niet door kan gaan op die dag. Op die dag niet? Nee. Oh, want jij bent toch al wel bezig met bouwen, toch? Ja, ja, dat... kijk, dat hadden we gehoopt dat het misschien nog niet zo ver was, maar dit begrip nu van een hele hoop scholen en buurtvereniging. Ja, ze bent dan al heel ver. En er zitten allemaal kosten in en dat is dan ook wel heel, heel sneu. Dus ja, nogal weer ons beraden en zeggen van, nou, ja, wat moet dan? Moet ik misschien op een andere dag doen? Uiteindelijk is het uitgerold dat 27 april... is er dan wel een datum waar iedereen van denkt, nou, dat zo wat kunnen we. Dat kan. Maar ja, het is niet zo, zeg van, we zetten knop bij me, het wordt geen 30 april, we doen het in één keer op 27 april. Ja, maar dan ben je voor, toch? Altijd doen 27 april, toch? Ja, ja, zo kun ze de missie vast aan wennen? Zo wat mooie oefening weer nog vast, ja, hè? Ja, dat denk ik gewoon. Dat kun je toch een mooi proberen, nou. Ja, maar oma, dat heeft toch wel heel veel consequenties. We hebben te maken natuurlijk van, ja, met een vergunning misschien, heeft de politie wel capaciteit? Ik denk de winkels die binnen allemaal lopen en met mensen die in de winkels werkt. Ja. Die moet je ook de kans geven om er meer te kunnen doen en zo. Dus het is niet zomaar een van, hups, we gooien het andersom. Maar nee, dat wil je me over nadenken. Oh, en dat is, ja, we wilden iedereen graag wat zin maken. Maar ja. Dat is toch wel een lastig verhaal om dat zo 1, 2, 3 om te zetten. Ja. Ja. En dan het aanpassen natuurlijk, die liedjes met allemaal aanpassen. Wat doe je dat zelf? Nou, nee, ik componeer en heb ik wel anders voor. Ja? En ik had nou het idee om oma er misschien nog in te betrekken. Om wat liedjes van vroeger... Oh ja, of nee, weet je, echt over de koning of zo, dat let me wel. Ja, 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 maar ja, op dit moment is ze natuurlijk nog geen nog koning. Nog niet, nee, maar... Ik hoef er volgend jaar weer te doen. Een mooie prijsvraag van mij. Ja, ja, ja. Ik kan misschien weer wat winnen. Oh, maar... Ik ben altijd bij zo van winnen. Ja, je bent van winnen, ja. Ja, 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 ja. Dus dat let me nog wat mooi. Ja, ja. Oh, no. Maar goed, ja, af en toe die 27e wel of niet, het stond van man ook al in de krant, zou je zijn. Maar goed, dat is nog niet echt een uitspraak dat het wel zo ging gebeuren, hè. Ja. Dat hangt allemaal nog aan een zijden draadje, zoals het dan heet. Kan ik aan het einde van de week niet helemaal opbellen of zo? Ja, dat hebben we in principe ook gezegd naar school toe. Wie wilt ons beraden intern, we gaan alles afwegen. En dan op het eind van de week toch duidelijkheid hebben wat er nou definitief gaat gebeuren. Ja, daarom. Dat is een beetje de opzet, ja. Ja, ja, ja. Ja. God, ik vind het wel spannend. Ja, heel spannend, heel spannend. Erg wel. Mag ik best weten, het heeft onze zorgen. Ik lig niet gauw wakker, maar ik heb er inderdaad een beetje over de droom. Ja, dat moet je niet doen. Hè. Nee, dat is helemaal niet goed. Nee. Je komt er altijd wel uit. En ik hoop toch... Dus dat we deurgieten. Ja, nou, dat hoop ik ook. Alleen hoe en wat. Dat... En dan moet de gemeente naar Betty B doen. Nou, dat heb je ook al gedacht. En we hebben begrepen dat als je bouwt zoveel hier, zo om ons heen kijken. Dan er zal vast nog wel ergens iets aan de strikstok blijven hangen, toch? Ja, of een putty of zoiets wat ja, ze hebt. Ja, dat denk ik ook wel. Dus. Nou, dat, dan ben je te braaf. Ja, maar die kunnen nog goed met de gemeente en zo, hè? Ja, dat kan ik ook alleen maar gewoon. Oh, nou, dan misschien ook samen alleen iets naar de gemeente. Dat lijkt me een goed idee. Direct of... Nee, we gaan eerst visie halen. We gaan visie halen en dan maak ik hem nog afspraak hier dan... Ja, dan gaan we eens even kijken in die potjes wat er allemaal in zit. Nou, zo samen visie halen. Dat lijkt me een goed idee. Doe weer naar de visie. Nou, dat vind ik ook.